Hallo en welkom in een nieuwe week, een nieuwe maand. En we kunnen weer opnieuw met een frisse lei gaan starten. En de dingen, de verlangens die we willen nastreven, of wat dat ook dat maar is. Of dat je nu vakantie hebt of niet, het maakt niet uit. Eens jij meester bent van je leven, kan je de dag vormgeven zoals dat je het wilt. Dit is een video waarin dat we opnieuw eens gaan kijken waar dat de mannelijke en de vrouwelijke energie zitten. Voor de komende week. Weet dat deze video's niet voor iedereen van toepassing zijn. Dus als je het echt niet kan plaatsen, de boodschappen die komen in wat je nu staat, dan is de video van deze week misschien niet voor jou bedoeld. Misschien die van volgende week dan wel, of een vorige video. Laat je leiden door je team, door het universum. Laat het universum tonen welke video je nodig hebt. Want uiteindelijk is het ook zo dat je werkt. Ook die video's, ook de content, ook de coaches, ook wat dan ook. Trek je aan die resoneren met jouw energie. Als je nu resoneert met mij, dan zou ik zeggen proficiat, dan ben je zeker op de goede weg. Want ik weet dat mijn energie nog voor velen een stukje te hoog is. De lessen die ik leer nog wat te moeilijk om te begrijpen. Zeker als de valkuilen van de mind nog te veel spelen. Zo, laten we dan eens kijken. Oké, de eerste kaart die eruit vallen zijn de 2 van bekers, de 4 van bekers omgekeerd en de string card omgekeerd. De string card is die waar de leeuw op staat. En in deze kaart is het een dame, maar in de vorm van vuren en vlammen. En de 2 of challenges is eigenlijk de eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie, want er staat ook een man en een vrouw op die, net zoals bij een huwelijk, de armen rond elkaar geslingerd hebben en een glas vasthouden. Zeker ook als je een vlinder gezien hebt of ziet de komende tijd, weet dan dat die eenheid tussen jou en een mannelijke energie of een vrouwelijke energie, of eigenlijk de andere partij of jouw spiegelziel, dat die in het verschiet ligt. Bij de ene zal dat wel dichter zijn dat het zich materialiseert dan bij de andere, maar het ligt in de kaart. En dat is hetgeen waarin je toe aan het werken bent. Maar dat vraagt om niet langer te treuren om de dingen die er nog niet zijn. Zeker wanneer dat er nog geen eenheid is of geen consistente communicatie tussen jou en je partner of iemand waarvan dat je vermoedt dat hij je of zij jouw divine counterpart is, zoals dat ze in het Engels zeggen, dan is het net belangrijk om daar eigenlijk volledig van weg te stappen. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, er is een ommekeer in de dynamiek tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Wanneer dat je natuurlijk eerst die eenheid in jezelf kan teweegbrengen en creëren, dat is een eerste punt natuurlijk. Maar een tweede stap of fase, of hoe dat je het ook wil noemen, is eigenlijk wanneer je bereid bent om alles wat je voor ogen had, de persoon, de toekomst dat je samen met die persoon zou neer gaan zetten, de dingen die je samen wil gaan ervaren of gaan doen, om dat volledig te verliezen, omdat jouw eigen geluk, jouw eigen verlangens, jouw eigen liefde voor jezelf veel belangrijker is dan de afhankelijkheid die er nog is ten opzichte van die ene specifieke persoon. En ik bedoel het expliciet en uitdrukkelijk en met opzet afhankelijkheid, want dat is het ook. Het is maar pas wanneer je dat volledig kan gaan healen en loslaten, dat die ene persoon, jouw twin of jouw soulmate of tweelingziel of wat dan ook zou zijn, dat dingen echt daadwerkelijk in core, dus in de kern vanuit de energie en uiteindelijk dan het fysieke gaan veranderen. En dat is ook de reden waarom dat de Tower Card helemaal onderaan het dek ligt. Met aan de andere kant, dus de spiegelkant noem ik dat dan, de 1 van kristallen omgekeerd. En dat is een nieuw begin in het fysieke. Dus het is belangrijk, zeker bij zielsconnecties. Er wordt niets gedaan zoals dat we het ooit geweten en gekend hebben. Zeker niet. Dus daarom is het belangrijk om alles wat je ooit gedacht hebt, of wat je denkt, of wat je geleerd hebt, of wat je gezien hebt bij iemand anders, van die al dan niet zeggen dat ze tweelingvlammen zijn, of
dat ideeën rond tweelingzielen of wat dan ook, dat je dat allemaal loslaat. Alle antwoorden die je nodig hebt, die zijn verborgen als codes in je ziel en je energieveld. En het is veel belangrijker om die weg naar binnen te gaan, om jezelf opnieuw te leren kennen, om jezelf opnieuw te brengen tot de frequentie van onvoorwaardelijke liefde en onschuld, want dan pas kan het universum jouw ware tweeling echt volledig in je leven brengen. Wat dat zeggen dat ze voordien niet in je leven gaan zijn? Nee, want die confrontatie met jouw spiegelende energie, dus met je tweeling-energie, en daar heb ik nu bewust niet over tweelingblad of tweelingzielen, omdat daar nog heel veel verschillen in zitten, maar daarin zit die spiegelende factor wel op dezelfde manier verborgen eigenlijk, of is die aanwezig in de dynamiek tussen energieën. Het gaat over hoe dat we ontstaan zijn, het gaat over de volledige evolutie. Als je gewoon al kijkt hoe dat de aarde ontstaan is en hoe dat leven ontstaan is, dan zijn we allemaal ontstaan vanuit die eenheid. En vanuit die eenheid zijn er twee aspecten gekomen. Want het is pas door de weerspiegeling van beide aspecten en de dans dat die rond elkaar heen maken, dat je jezelf kan gaan ervaren. En dat betekent ook dat je niet enkel alleen maar lessen kan leren met je tweeling. Of met die spiegelende ziel die de meeste unieke of het dichtst bijliggende frequentie van jouw energie heeft. Nee, je leert in elke relatie die je aanhoudt, zelfs leer je met die ambetante, vervelende chauffeur die veel te traag rijdt of plots rare dingen doet. Je leert om te stappen in zorgzaamheid. Je leert om in die empathie te stappen, maar zonder jezelf te gaan verliezen. Je leert om jezelf op de eerste plaats te zetten, maar vanuit liefde, niet vanuit een corruptheid of een egoïstisch kant. Nee. Dus dat is belangrijk. Dat is hetgeen wat je nu, als je nu aangetrokken werd tot deze video, dat dit belangrijk is. Om dan nog veel meer te gaan integreren in wie dat je bent, in hoe dat je in het leven staat, in de keuzes die je maakt, in waarom dat je wel of niet doet. En dan ga je zien dat heel veel dingen gaan veranderen. Heel veel zorgen of dingen waar je nu zorgen rond maakt, of dat je probeert uit te leggen of te verklaren, gaan, ik ga niet zeggen dat ze gaan oplossen als sneeuw voor de zon, nee. Maar je gaat ze gaan kijken of gaan zien en observeren vanuit die eenheidsenergie, vanuit die heelheid, vanuit die diamantenenergie. Als je trouwens nog nooit gewerkt hebt met de vlammen, universele vlammen, dan raad ik je aan om een van de transmissies hier te beluisteren. Ik zal anders onder deze video een transmissie plaatsen waar ik voel dat nu nodig is, dat je mag gaan beluisteren. Je kan die zo vaak beluisteren als dat je wenst, omdat je niet meer gaat krijgen dan nodig is. Dat is net hetzelfde met vitamines. Het lichaam heeft geen extra vat als het ware om een overschot van vitamines op te slaan, dus dan plas je dat gewoon weer uit. Eigenlijk is dat met de universele vlam net hetzelfde. Je neemt op wat je nodig hebt, de codes die moeten geactiveerd worden geactiveerd en de rest, ja, daar gebeurt niks mee. Dat is ook niet verloren, maar dat is ook weer vanuit een tekort natuurlijk. We gaan eens zien, wat is de boodschap voor de vrouwelijke energie? En dat vliegt er alleen uit, maar ik kan niet zien welke dat zijn. Ze liggen allemaal nog bedekt. Oké. Dan hebben we ook weer de twee van bekers. De Knight van Swords, 10 of Wands en de 9 van Munten. En het eerste wat mij opvalt, het is de 6 van Munten, maar omgekeerd. Lol. Het eerste wat mij opvalt is dat alle elementen aanwezig zijn. Dus je hebt de bekers, wat emoties zijn. Je hebt de zwaarden, wat de gedachten zijn. Je hebt de wanten, die verbonden zijn met je passie, met je vuurelement. En je hebt de munten, die verbonden zijn met het aardeelement. Dus het fysieke. Dus, en dat is het mooi hoe dat kaarten en boodschappen werken. Dus hetgeen waar de vrouwelijke energie op dat moment mee bezig is, is die eenheid. Hè? Dat hebben we daarnet ook al gezien in die andere kaart, dat ik er net over verteld heb. De vrouwelijke energie leert om eigenlijk die leeuw te temmen. In die zin dat ze meer en meer gaat gaan verbinden met de andere energie, met de mannelijke energie,
maar niet meer vanuit het toxische. Dus ze gaat niet langer de ballast ervaren of aanvaarden zelfs in de connectie. En dat gaat ervoor zorgen dat er eigenlijk uiteindelijk dan een balans komt in het geven en nemen. Dus in het fysieke veel meer, in de realiteit veel meer een gelijk geven en nemen, sturen en ontvangen van energie. Maar waar dat eigenlijk aan de basis ligt en haar focus op ligt, is eigenlijk die emoties. Dus die emoties om te kiezen om wanneer dat ze naar de mannelijke energie kijkt. En op die kaart staan er eigenlijk twee schaduwen van personen afgebeeld met twee bekers waar dat de diamantenenergie doorheen gaat. En dan zie je ook de staf die verbonden is met tweelingvlammen. En waar dat je eigenlijk ook die kundalini helemaal naar boven ziet gaan, waar dat uiteindelijk dan boven de leeuw staat met de sphinxvleugels. Dat is eigenlijk een hele mooie kaart. En dus door de eenheid dat de vrouwelijke energie in zichzelf gecreëerd heeft, door de vrede dat ze gesloten heeft met haar eigen mannelijke energie, is ze in staat, en ik zag net 11:11 op mijn opnamerecorder, is ze in staat om ook die eenheid te creëren in de connectie. Dus die 11:11, 1:1 en 1:11 gaat over de innerlijke balans bij de vrouwelijke energie, dus met haar eigen mannelijke en vrouwelijke energie. En de andere 11 gaat over de eenheid en de mannelijke energie met zijn eigen vrouwelijke energie. Dus die weerspiegeling. En dat is ook hetgeen waar die kundalini over gaat. Die slangenbeweging. Waarin dat de twee componenten die elkaar voortdurend spiegelen, dat zijn geen twee lineaire energieën. Nee, ze maken een dans. Ze gaan naar elkaar toe. Ze dansen rond elkaar heen. En de spiraalvormende beweging gaan weer eventjes uit elkaar. Weer terug naar elkaar. Weer uit elkaar. En in het begin, zeker in de dynamiek van met het spiegelziel, dus met iemand, of je nu tweelingvlam bent of niet, dit maakt op dit punt niet uit, ga je dan merken dat die touch and go er voortdurend is. En dat is het grootste misopvatting, dat dan door heel veel mensen het wordt gezien als van ze ghosten mij, ze laten mij in de steek, bla bla bla. Maar dat komt allemaal voort vanuit wonden. Vanuit dat je die externe bevestiging en goedkeuring nodig hebt van die andere ziel om te weten dat ze nog in de relatie van de connectie zijn. Om te weten dat ze jou nog leuk vinden. Om te weten dat ze jou nog mooi vinden. Om te weten dat ze nog van je houden. Of wat dan ook. En dat, zelfs die dynamiek kun je zelfs zien in vriendschappelijke relaties die vanuit zielsniveau gebeuren. Waarin dat je bang bent dat de ander jou niet meer gaat aanvaarden of niet meer wil zien of geen vriendschap meer wil hebben. Dus beperk het niet alleen tot een romantische relatie, maar zie het in elke relatie die je hebt. Naar relaties naar je ouders toe, relaties naar je kinderen toe, relaties naar exen, naar collega's, naar wat dan ook. Die dynamiek leren we natuurlijk in eerste instantie en het makkelijkste in romantische relaties, omdat we daar veel minder makkelijk gaan zijn, of dat is ook nog te bezien natuurlijk, maar veel makkelijker gaan zeggen van ja, oké, bekijk het dan maar, ik ben weg. Salut aan de kost, zoals dat we zeggen in Vlaanderen. Is belangrijk dat we erin blijven. Is belangrijk dat we al die kopiemechanismen en de muren die we gemaakt hebben, dat we die één voor één afbouwen en ons hart weer openen. En dus dat we zien dat we doorheen die illusies van het willen verklaren van het gedrag van anderen. Want wanneer je echt oprecht in communicatie gaat, en dat is een van de dingen dat ik leer met mijn twin, dan stellen we beiden, uiteindelijk mag het zelfs zo zijn, stellen we beiden een bepaald gedrag of bepaalde mechanismen in werking wanneer dat we merken dat we niet dat onze schaduwen niet bevestigd worden. Of omgekeerd, dat onze schaduwen te veel belicht worden. En dan is het gemakkelijker om de schuld op een ander te steken en die weg te duwen. Maar dat maakt natuurlijk dat die schaduw er nog blijft zitten en in tegendeel misschien nog groter wordt. En hoe groter de schaduw, hoe kleiner het licht. Het is altijd de essentie om in het midden te blijven en de balans te behouden. Net zoals je bij de zee die eb en die vloed hebt. Oké, en dan gaan we eens kijken bij de mannelijke energie. Wat is bij de mannelijke energie? Ik kom straks nog eens terug op de vrouwelijke energie, maar we gaan eerst eens naar de mannelijke energie. Dan hebben we de 8 van bekers, de Peach van Bekers, maar omgekeerd. En ook weer die staf met die dingen, met die
slang die, die dus beweest, beweest. Die wijst, bedoel ik, naar de energie van de mannelijke en de vrouwelijke energie in zichzelf. Oh, wauw. De vier kaarten die voor de mannelijke energie naar boven gekomen zijn, zijn allemaal blauw. Hebben te maken met water. Waarvan dus eerst de eerste twee echt typische bekerkaarten zijn. De laatste is de King van bekers. En dat is hetgeen dat uiteindelijk de mannelijke energie ook in aan het groeien zijn. En daarvoor, die ene kaart is een major kaart, dus is een van de hoofdkaarten, om te zeggen in het Nederlands. Daar heb ik zelfs geen woord voor, maar dat maakt niet uit. En dat is een sterkaart. En de ster beschrijft eigenlijk het moment waarin dat die mannelijke energie echt iets gaat snappen, iets gaat doorhebben, gaat begrijpen van, oh wauw. Waardoor dat hij, want het is eigenlijk een vrouwpersoon die op haar knieën in het water zit en ze houdt in haar handen twee kristallen ballen. En bovenaan zie je eigenlijk de Flower of Life, dus weerspiegeld, maar in de vorm van sterren getekend. En dat is eigenlijk het moment waarop dat de mannelijke energie gaat beseffen van, oh fuck, sorry wat dat zeggen, maar van emoties zijn eigenlijk niet zo slecht. Ik moet gewoon veel bewuster gaan kiezen en leren omgaan met wat is hetgeen die mij die vervulling brengt, wat is hetgeen die mij liefde brengt. En daar in die richting blijven stappen, ook al triggert dat mijn angsten, ook al moet ik dan mijn schaduwen aankijken, ook al moet ik dan, zoals ik daarnet gezegd heb, al die copingmechanismen loslaten en gaan vertrouwen. Tegelijkertijd brengt dit allemaal dan die inspiratie en die hoop, zodanig dat ze eigenlijk in de volgende fase van hun spirituele ontwaking gaan. Omdat ze een bepaalde visie hebben, omdat ze eigenlijk de oude visie dat ze hadden van hoe dat het op moest gebeuren en wat dat betekent om een mannelijke energie, een divine masculine te zijn hier in dit fysieke leven, om dat los te laten. Los te laten om plaats te maken voor een geheelde versie, voor die nieuwe template, zodat we allemaal samen aan het vormgeven zijn en hier dat vooral tweelingvlammen als codes in hun lichtlichaam dragen. Maar daarvoor moeten ze natuurlijk ontwaakt worden en dat kan enkel alleen door in contact te komen met de codes van onvoorwaardelijke liefde. En dat maakt ook dat eigenlijk alleen maar je echte tweelingziel, je echte spiegelziel, dat pas die echt je tot aan de core, tot het diepste van wie dat je bent als ziel, om die pas kan gaan triggeren en gaan spiegelen. En geloof mij, dat zijn niet de meest leuke momenten in het neerzetten van de connectie, maar dat is wel de meest belangrijke. Dan gaan we eens kijken welke schaduwen dat voor beiden, omdat ik voel dat we meer en meer ook in die eenheid komen, dus dat er veel minder onderscheid gaat zijn. Plus mannelijke en vrouwelijke die spiegelen ook constant voortdurend wat dat er gaande is bij de ander. En dan zien we wat er nog gaande is in de schaduwen. Oh. Ja. De blendingkaart komt uit ondersteboven en geeft dus inderdaad aan dat er nog een onderscheid is tussen mannelijke en die vrouwelijke energieën. Zeker in Divine Connections. Omdat dat onderscheid ook een stuk nodig is om elkaar te blijven uitdagen, om te kunnen blijven groeien. En dat het gebrek aan het begrip ervan ervoor zorgt dat we nog niet staan waar we moeten staan. Maar hoe meer dat we leren de elementen te gaan binden, daar gaan mee leren spelen, hoe meer dat we de balans gaan creëren, want het is hier ook een justice card met cijfer 11. Dus hoe meer dat we dan ook die balans gaan creëren. Maar het is belangrijk dat we de logische mind, de stabiliteit, de plannen dat we hebben, dus zoals dat we het gekend hebben, dat we die volledig loslaten. Want dat zijn degenen die ons vast laten zitten. En die het gevoel geven dat wanneer we alles gaan loslaten dat we ooit gekend hebben, dat we ook onze vrijheid gaan verliezen. Dat die angsten nog groter gaan worden. En dat is net ook de illusie, want hoe meer je dat allemaal loslaat, hoe meer je kan zien dat alles veel meer kan gaan stromen. Waardoor je eigenlijk
niet alleen je eigen ontwaking activeert, maar ook gewoon alles om jou heen verder gaat gaan verlichten en gaat gaan activeren, waardoor dat uiteindelijk ook die samensmelting tussen mannelijke en vrouwelijke energieën kan gaan gebeuren. Waardoor dat je uiteindelijk dan weer veel weer meer codes activeert, weer heel meer op een andere manier naar de situatie, naar de relatie, naar de connectie kan kijken. En waardoor je uiteindelijk dan gaat merken van, oh wauw, ik heb hier wel kracht, ik heb hier wel mogelijkheden. Waar dat ik altijd gedacht heb, dat is mijn veiligheid en mijn zekerheid gaf, zorgde er gewoon voor dat ik altijd vast zat. Welke energieën van de universele vlammen kunnen we deze week vooral mee werken? En dan zien we hoe dat komt. Maar dus deze week gaat het belangrijk zijn om echt nog dieper in dat proces te stappen. Ook evolutie. In de karma evolutie met de oranje gele straal of vlam met aardsengel Sandalf van die komt naar boven. Dus het is belangrijk om nog dieper in die evolutie te stappen, in jouw eigen groei te stappen, nog meer los te laten, nog bereid zijn om echt op jouw naakste ziel gezien te worden. Niet alleen door jouw zielspartner, maar ook door iedereen om jou heen. En daar gaat het over. Daar zijn we uiteindelijk naartoe aan het groeien, dat we gewoon vanuit onze authentieke zelf vertrouwen dat de mensen die bij ons horen ons zullen aanvaarden, ons zullen zien en vooral ons lief hebben. Zoals dat we gewoon zijn, met alle hebben en houden en pro's en cons erbij. Voor deze week zijn er... ik heb 4 kaarten, maar op 2 zijn 2 dezelfde. En dat is die dat ik daarnet gezien heb, die heel oranje vlam. Waar dat enerzijds verbonden is met evolutie en anderzijds met... Jouw passie, wat is jouw ecstasy, wat is jouw drive, wat is jouw drijfveer, wat is jouw fuel, wat geeft jouw kracht? En de aardsengel die daarmee verbonden zijn voor deze week zijn Zabkiel en Sandalfon. En dan hebben we ook nog de robijn, niet robijn, de smaragdgroene vlam, dat was dat ik nodig had. Die is ook verbonden met de lotusbloem. Dus het beeld dat ik krijg is dat je mag vragen dat de smaragdgroene vlam via jouw kroonchakra in jouw volledige energiesysteem geankerd wordt. En dat zal je helpen om op een empathische manier de wereld te staan, maar zonder je eigen grenzen te gaan constant voorbij of over te lopen. En daarom is ook Zabkiel erbij met de appelblauwzee groene vlam, die jou meer gaat helpen om een veilig te voelen in die balans. Er staat ook een Flower of Life ook weer op. En die vlam, de appelblauwzee groene vlam, op dit moment geeft vooral de frequentie of de eigenschappen om je te helpen bij de overdracht of de overgang om uit die matrix te stappen. Dus eigenlijk om al die systemen die je gekend hebt los te laten. Om je daar toch comfortabel nog in te voelen. Terwijl dat je eigenlijk die overgang maakt naar die nieuwe dimensie. En op die manier ga je ook meer de balans kunnen winnen tussen je eigen mannelijke en eigen vrouwelijke. Wat zijn nog de boodschappen of extra boodschappen om terug naar liefde en eenheid te komen? Dan hebben we het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. Dat is ook zo. Want dat betekent ook dat je alles aanvaardt en er laat zijn zonder te willen controleren of zonder de ander te willen veranderen. En toch respectvol te zien naar wat je zelf nodig hebt. En dat is een hele moeilijke, dat zijn we niet gewoon. Wachten op iets beters maakt je bitter. Wees nu al gelukkig. En dat is zeker zo. En zeker de zielsconnecties. En zeg ik altijd van, je hoeft niet te wachten tot de andere zich tot op jouw niveau heeft gebracht. Loop nog sneller, want dan moeten zij ook nog harder werken om er zeker mee te gaan. Het verleden zegt niets over wie je dat je bent. Het maakt je enkel sterker. Instorten is de weg naar transformatie en is daarom ook dat we daarnet die tower card gezien hebben.
Ware liefde gaat over het hart en de energie, nooit over woorden, fysiek contact of materiële geschenken. Zonder hart voel je jezelf als een gewonde, maar laat dat je niet misleiden. Jij weet wie dat je bent. Zet geen filter op je leven, maar leef het ten volle. Dat is ook te maken met de authentieke dat ik daarnet gezegd heb. Hier ook weer. Je unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie, dus je frequentie, maakt jou magnetisch voor de dingen die bij jou passen. En welke boodschappen hebben we nog van de universele vlammen? Stuur de violette vlam om alles wat je niet meer dient te verbranden. Anker het diamanten licht en zet je essentie neer in dit leven. Dat is uiteindelijk de reden waarom we hier allemaal rondlopen. Deze uitdaging maakt deel van de donkere nacht van de ziel. Jij bent al wat is en al wat is ben jij. Dat is te maken met die eenheid, want uiteindelijk is er maar één universele wet. Dat is de wet van één. En al de rest zijn onverdeeld om het begrijpbaarder te maken, het logischer te maken. Je magische kracht zit hem in het kiezen van je gedachten. En weet dat alles wat jij naar jou verlangt, en je bent er al één mee. Dus stop met jezelf te saboteren. Dat is de volgende boodschap. Dan hebben we er nog twee. En dan gaan we deze nieuw. Oké, meer dus dan. integreer meer je vrouwelijke en je mannelijke energieën. Daar hebben we nog. Er zijn er een paar uitgevallen. Gebruik je energiewijs voor je hoogste goed. De vlam van verlichting is jouw licht in het donker. Vraag raad aan leiding. Zeker wanneer je bijvoorbeeld wel helderheid krijgt over een bepaald thema, dan kan je werken met de aquamarine vlam. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon zeggen de vlam van verlichting. Die kan geel zijn, die kan goudgeel zijn, die kan gouden zijn. Het hangt ervan af voor wat en waarom dat het gaat. Blijf hoe dan ook vertrouwen op je pad. Je blauwdruk is er één van zuiverheid, eenheid en ware liefde. En optimaliseer en versterk je energetische bescherming. En wanneer het daarover gaat, kan ik maar enkel aanraden om zo vaak mogelijk te leren werken met je universele vlammen. Daarom staan er een aantal transmissies die ik gemaakt heb gratis beschikbaar hier op YouTube. Als je daar meer over wil leren, echt de diepte wil induiken en wil leren werken met die vlammen voor jezelf of voor je klanten of voor je familie of om dingen te manifesteren, dat kan allemaal. Daarvoor surf je best naar 96vlammen.be en daar vind je het traject terug. Dat je volledig online kan volgen. Als er vragen zijn doorheen het online volgen van dat traject, dan kan je me natuurlijk mailen via de contactpagina in de ledenomgeving en dan ga ik antwoorden op de vragen of op duidelijkheden die er eventueel zouden zijn. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je alvast een hele fantastische week. Onthoud dat de komende 7-7, dus aanstaande vrijdag, is een heel belangrijk moment, een heel belangrijk portaal. Dus als je die dag nog niets gepland hebt, dus voorzie zeker een moment met jezelf om naar binnen te gaan. Want uiteindelijk is het 777 portaal, dus een dag 7 is ook het cijfer van geluk. Is ook waaruit dat als je het bekijkt in dimensies van waaruit, dat je eigenlijk meer en meer als een meester jouw leven gaat gaan vormgeven. Dus als je een aantal zaken wil afronden, een aantal dingen anders wil gaan doen, dan is 777, dus aanstaande vrijdag, de ideale moment om dat te gaan doen. Want er is een vortex, een opening, waarin dat die, hoe moet ik het gaan zeggen, die stukken groter worden. Nog meer dan eigenlijk de volle maand van vandaag. Dus ik zou zeggen, gebruik je tijd en je energie wijs. En dan ga je heel snel verandering ook zien in je fysieke wereld. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne week. En tot in de volgende video. Dag!